met parlementariër Rajinder Kumar Debi uit Saramakka spraken wij over de herdenking, CQ-viering van 150 jaar Hindoestaanse immigratie en met welke bril hij dan ook kijkt naar de herdenking, CQ de viering. Wat betekent het voor u, de herdenking, viering van 150 jaar Hindoestaanse immigratie als nazat, heer Debi? Dus dat klopt, we gaan naar de 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Wat voor mij betekent is, het is een bezinningsdag voor mij. Want we moeten niet vergeten, van na de afschaffing is de immigratie gekomen, van de Hindoestaanse immigratie. En dus het is ook een dag om te bezinnen. Dus hoe onze voorouders hier naartoe zijn gekomen en hoe ze hebben overleefd en dat ze hard hebben gewerkt voor ons allen. Ja, ja. En de Hindoestaan, die zegt men, die is overal te vinden, ook in de politiek, maar op bepaalde gebieden nog te weinig. Bijvoorbeeld topsport, ja, meer sociale activiteiten. Ja. Bent u eens daarmee of zegt u van, als jonge parlementariër ziet u wel een bepaalde groei daarin? Nee, kijk, elke bevolkingsgroep heeft zijn eigen zwakke en sterke kanten. En zo heeft de Hindoestaanse gemeenschap ook zijn zwakke kanten en sterke kanten. En daarin is wel, ik vind het wel dat we goed op weg zijn. Ja. U bent in een topfunctie, heer Debi, als jonge Hindoestaanse nazat. U bent uit een district, ja. Toen u hebt moeten studeren, heeft u voor bepaalde obstakels moeten staan, ja. Hoe is het nu voor de huidige generatie? De zaken die u hebt meegemaakt, zijn die er nog steeds? Of zijn ze allemaal weg? Of ja, zegt u, het wordt langzamerhand toch weggewerkt? Kijk, als ik moet vergelijken, dus tijdens mijn periode had je geen internet. Dat soort zaken had je niet. Dus hoe je het keert al draait, vooral moet je naar de bibliotheek. En nu kan je alles googlen. Dus is wat dat betreft makkelijker worden. En de reis moest naar Paramaribo gemaakt worden. Klopt. Mm. En kijk, toen ik naar school ging, moest ik uit huis 5 uur vertrekken in de ochtend. Om op de hoofdweg te zijn om bus te pakken. Maar nu gaan de bussen naar waar ik kom, Jerikaba, gaat helemaal naar binnen. Dus het is iets wat makkelijker. Okay. So, dus dat is wel een goede ontwikkeling. Ja. Maar zijn er nog andere obstakels? Zijn er dingen die nog aangepakt moeten worden? Kijk, wat ik zeg, wat wij moeten aanpakken, is gezondheidszorg. Dat moet op een niveau. Want kijk, met een gezonde bevolking ga je het land opbouwen. Als je dat niet hebt, ga je het niet kunnen doen. En ook onderwijs moet meer toegankelijk zijn voor het aantal mensen. Dus er zijn wel een paar beperkingen dat moeten worden weggewerkt. Ja, als we dat hebben, gaan we zeker een goede samenleving hebben. Dat is voor mij prioriteit. Onderwijs en gezondheid is nummer 1 voor mij. Ja. Wat we vaak genoeg ook zien in die samenleving, heer Debi, is dat soms die etnische snaar bespeeld wordt, waarbij die Hindoestaan beledigd wordt en of in een hoek wordt gedrukt. Wat vindt u van een dergelijke ontwikkeling? Kijk, dat keur ik af. Ja, want we zijn één natie en we moeten gezamenlijk dingen aanpakken. En als we elkaar gaan uitschelden of bekladden, hoe dan ook, of in een hoek drukken, dat gaat ons land niet helpen. Ja. Want kijk, ik heb gestudeerd in Brazilië, daar heb je ook een aantal bevolkingsgroepen, maar ze werken als één. Dus ze zijn allemaal Brazilianen. Zo wij moeten ook opstellen als Surinamer. Als dat Surinamer opstellen, gaan we veel meer bereiken, anders niet. Ja. Ze zeggen, onze voorouders die hebben de weg geplaveid. Wij als nazaten, wat zetten we voort? Maar wat, ja, wat zetten we voort? Dat is vraag A en vraag B. Wat dreigt er volgens u verloren te gaan? Kijk, wat wij moeten voorzetten is hard werken. Ze hebben hard gewerkt. Wat wij nu hebben bereikt is dankzij hun. Ze hebben geploeterd, dat weten we allemaal. Dus wij moeten hard werken om ons land op te bouwen. En wat dreigt verloren te gaan volgens u? Verloren in die zin van de taal. Dus ik zeg, taal gaat wel verloren. Maar dus nu zie je wel een opmars. Dus men gaat weer naar een Hindi-school. Dus dat soort dingen worden weer opgepakt. En ook, je ziet ook naar de klederdracht. Men is bewust ervan. Dus dat gaat wel de goede kant op. Cultuur hebben we behouden. Okay. Laten we kijken of meneer Debi zijn geschiedenis kent. Heeft u per Aja, per Aji, Nani, Nana gekend? Ik heb mijn Aji gekend en mijn Nani. Okay. Aja en Nana niet gekend. Okay. Ja. So, wat heeft u van ze geleerd? Hard werken. Okay. Dus ze hebben altijd mee geleerd, waar een wil is er weg. En daarvoor gaan we. En wat heeft u dus als mantra genomen? Klopt. Ja. Uw felicitatieboodschap, heer Debi, naar die totale Surinaamse samenleving, maar in het bijzonder onze Hindoestaanse broeders en zusters. Het is niet alleen naar onze Hindoestaanse broeders en zusters, maar het is naar de totale gemeenschap. Kijk, we zijn als
samenleven, we zijn één. En als we het land willen hebben, moeten we gezamenlijk werken. Het is een herdenkingsdag van bezinnings. Ik zie het als een bezinningsdag. Laten we goed gebruik maken in één, alles samen vieren.